Hallo, we zijn bij Silk College. Ik ben Victorine en ik ga jullie laten zien hoe je een topaz optuigt. Ik heb alles alvast klaargelegd. We hebben een mast, een giek, een grootzeil, een fok, een neerhouder, alle lijnen en een roer en een zwaard. Ik rol eerst het zeil uit. Vervolgens doe ik een mast doorheen. Dan borg ik het zeil met een lijntje aan de voorkant. Onderlijkstrekker duw je er eerst doorheen. De achterkant van het oogje van de giek. Die maak je vast aan de ring. Die zit met de haak eraan. Elastiek doe je aan de andere kant van de giek door het oogje heen. Die maak je vervolgens ook aan de ring vast. En dan zo werkt de onderlijkstrekker. Vervolgens doe ik de gieker om aan de kant aanklikken. Daar maak ik het mast aan vast door het haakje door het oogje van het cel te doen. Dan blijft het cel zitten. Die trek ik goed aan met de onderlijkstrekker.
Nou, alles is klaar. De fok is aangeslagen. Het zeil zit erop. Veersemeer is een geweldig plekje om te zeilen. Lekker zonnetje erbij. Goed windje. Ik ga.